Goedemorgen. Ik zeg het heet morgen, maar je bent er nog vanuit dat het middag is. Het is 2 uur. En nu gaan we naar Le Contamine. Dat is iets waar ik vroeger altijd heen ging met hele mooie beekjes. En je hebt er ook zoiets dat je in de lucht zo kan klimmen, dat je vast zit. En ik weet dat ik ben echt een angstding. Maar vroeger durfde ik dat 1 keer. Dus misschien kunnen we dat ook wel doen, ik weet niet. Kijken we eventjes. En het is dus een super mooie dag. Dus eerst wilden we naar het meer, maar Ruben is te erg verbrand daarvoor. Dus we gaan nu naar Contamine en even tanken. En ik ga even mijn make-up doen in de auto. Oké, we zijn er. Het is dus echt gewoon een soort van mega park. En dit is dus wat ik bedoelde. Maar mijn herinnering was veel hoger. En hier heb je het ook. Kijk dit. Dat vond ik zo eng. Kijk Ruud, dit is wel vet hoor. Dat is best spannend. Wil je dat doen? Ik durf het niet. Kun je ook midjes kolven? Ja, het is echt een soort van park. Ik vond dat heel leuk vroeger. Ik heb de slippers aan, een beetje dom. Dan kan je dit dus echt niet doen. En ik vind het sowieso best wel eng, moet ik eerlijk zeggen. Maar de Ruud die gaat het doen. En ik ga hem filmen. Ik vind het echt super cool dat hij het gaat doen. Hij gaat het moeilijkste doen. En dat is denk ik deze hier rechts. Over het water heen. En dan ga ik hem zo even volgen. Hier klikken. Het is iets te druk, want je moet de hele tijd wachten op mensen. En dan is het niet leuk. Ja, maar ik heb het ook al 1000 keer gedaan. Oh, we gaan het gewoon toch niet doen, jongens. Sorry. Dus je klik in. En dan ga je het volgende. En dan moet je de hele tijd 2 klikken, yeah. Zeg maar. Je blijft klikken. En dat haalt helemaal de snelheid eruit. Oh, maar ik herinner me zelfs gewoon dit water. Dat vond ik helemaal leuk. Ik weet niet waarom, maar ik heb zulke goede herinneringen hier. Als kind is dit toch heel leuk. Toch? Kijk, deze kabelbaan vond ik ook helemaal fantastisch. Als kind is dit fucking leuk. Ja, het is wel echt voor kinderen. Mijn opa en oma namen me ook heel vaak hier naartoe. En het water vond ik zo mooi. Het waterfietsen is wel chill. Dit is voor kids, dit kleine dingetjes. Even hun doen. Ja, ik ben over het water gegaan. Die had ik gedaan. Oh, wat vond ik mezelf cool toen ik dat deed. Kijk, en daar kon je midget golf en je kon hier hele lekkere ijsjes halen. Maar het is wel echt een kinderpark. Oké, we gaan nu mini golf doen. En is, ik zeg altijd de prijzen, maar het is gewoon handig om te weten. 4 euro per persoon, kijk. Het is best wel klein, maar op zich wel leuk. Nou, op zich wel leuk. Daar loopt het nog door trouwens, daarachter. Ja. Ik ben hier heel goed in. Nou, het is niet zo heel klein. Het is gewoon gemiddelde baan dit, hè? Ja, ik heb dus dit tasje om, maar ik vind hem zo leuk. Ik had jullie toch verteld dat ik hier deze bij helemaal had gekocht. Maar ja, ik gebruik het niet echt, maar het is wel cute. Wat? 2. Dat krijg jij ook, hoor. Nu ben jij. Zal ik jou ook even filmen, Ruben? Doe maar. Waar is het klepje? Oké. Nu gaat Ruben. Ik dacht er 1 keer erin. Spannend, Monika. En Stefan. Zwei. Jawohl. Stunden. Oh, het is donker. Ik had gewonnen met de Midget Golf, hè Ruben? Maar het kwam omdat ik had op het einde, kijk hoor, hij is heel donker. Op het einde had ik een hole in one, bij de allermoeilijkste gewoon. En nu hebben we dat even aan die mensen gevraagd die een polaroid van ons willen maken. Kijk. Hij is nu aan het ontwikkelen. Wat denken jullie dat het voor foto is? Het was hier. Het duurt lang, hè? Denk je dat hij wel goed wordt? Ja, ja. Zo leuk. But normally when after you take it you have to put it in a dark place. Yeah, maybe. For 2-3 minutes and then it's Ik denk dat het buiten kan. Nee, bijna niet. Maar het ziet er niet mooi uit. Omdat je gewoon een waterfiets en zo erop hebt. Oh, nou ja, daar gaan de bakjes. Oh ja. Normaal gaan we hier skiën, maar ze gaan nu dus ook omhoog. En bij onze Saint-Gervais gaat er echt maar 1 per uur, maar hier gaan ze best wel veel. Dit is dus Télécabine de la Gorge. Volgens Ruben is het Shores, maar ik denk Gorge. Oh. En de foto wordt dus niet scherp. Hij is overbelicht, ik vind het zo jammer. Ik zou het nog een keer doen, maar Ruben wil niet. Hij was anders zo leuk geweest. Op Instagram zou je hem gewoon even wat minder fel kunnen maken, maar bij dit kan het helaas niet. Zie je hem nu? Ja. Thuis. We waren nog even naar Intermarché gegaan. We wilden dus gaan barbecuen, maar
Toen had Ruben geen zin meer om te barbecuen. Dus nu gaan we pasta eten met crème fraîche en zalm en courgette. En er liep net echt iemand langs en loopt hier nooit iemand langs. En die denkt nu dat ik tegen mezelf praat. Watermeloenen zijn hier zo lekker. Ik weet echt niet hoe laat het is, maar dat hoort op vakantie. Nu is het vrijdag en morgen moet er een video online. Ik heb er wel één, maar ik moet nog even een thumbnail maken. En ik heb sowieso zin om een beetje te editen vandaag. En ik kan Rip even gamen of zo. Maar we gaan eerst nog eten. En... ja, nog even chillen eerst. Zo lekker. Ik heb gekookt. Het is tagliatelle met crème fraîche, 10% vet of zo. Courgette en uitje heel klein gesneden en knoflook. En zalm gebakken. Maar het smaakt dus heel erg naar zalm. Het is eigenlijk wel een beetje jammer. Want het was best wel lekker zonder de zalm. Oh, en bieslook. Hoi. Goedemorgen. Het is vandaag heerlijk weer, dus we gaan vandaag naar het meer. Het is inderdaad voor het eerst nog een keer morgen. Ik heb net dit kapsel gemaakt. Ruben zegt dat hij het echt verschrikkelijk vindt. Ik had even die mini donuts bij de Primark gekocht. Het is niet zo mooi, hè? Ik vond het leuk om een ander kapsel te hebben. Maar we gaan dus gewoon lekker naar het meer. En ik heb even weer een ijskoffie gemaakt. Amandelmelk heb ik hier gekocht. Die is wel wat zoeter dan Nederland. En weer zo'n bevroren stuk koffie erin. Dus dat laat ik een beetje smelten. En ik heb watermeloen. En ik ga weer niks op mijn gezicht, op mijn huid doen. Want ik wil bruin worden. Maar ik ga even mijn ogen opmaken. En normaal moet Rip altijd heel lang op mij wachten. Maar nu ligt hij nog in bed. Dus kan ik een keertje wat sneller zijn. Even een wasje draaien. Even de afwas. De schone afwas, zeg maar. Terugzetten. En daarna gaan we. Ja, Charlotte, heb je nou in deze regio's aan? Ja. Het werd dus ineens heel erg slecht weer. Toen hebben we eigenlijk de hele tijd gechilled. Toen dachten we van, oké, dan wordt het maar een supermarktdag. En Ruben haat wat ik dus in mijn haar heb, maar ik laat het lekker in. Dus nu gaan we naar de supermarkt en dan kan ik lekker eventjes... vorige keer hadden we niet echt lang in de Carrefour gekeken. Volgens mij had ik dat verteld. Dat was wel kort. Dus dan kunnen we nu even chillen in de Carrefour rondkijken. En ik ga kijken voor een proefvideo voor dingetjes. En het misert heel licht. En Ruben gaat daar naar de kapper. Dus dat is super chill voor mij. Dan heb ik wat tijd om rond te kijken. En laat even weten wat je van dit haar vindt. Oh. Oké, jongens. Wat wij vandaag gedaan hebben op zaterdag, waarop het heel mooi weer zou worden. Ik heb mijn haar net even uitgedaan, want Ruben kon het niet meer zeggen. Is naar 3 supermarkten geweest. Ik vond het echt super saai. Deze dag is echt niet leuk, omdat het zo slecht weer is. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik ben serieus 30 euro kwijt aan spullen voor proefvideo. En er was heel weinig, vond ik zelf. Dus ik heb maar gewoon het beste ervan weten te maken. Want ik vind proefvideo's heel leuk. En dat doen we eigenlijk elk jaar. Denk ik? Ja. Oké, en we zitten nu te twijfelen of we uit eten gaan. Want we zagen zo'n wok dinges. En het was best wel lekker. Deze dag is heel saai, sorry. Ik heb heel snel gedoucht en wat anders aangetrokken. En nu gaan we. Ja. Ik vond dus dat mijn gezicht er wel goed uitzag. Een beetje highlighter. En ik heb een soort van off-shoulder ding aan. En ik heb geen strapless BH. Dus ik heb mijn BH ook gewoon mijn bandjes laten afzakken, zeg maar. Ik film echt vet vaak dit, trouwens. Oh, en ik ben echt zwaar ongesteld. Want ik heb nu zo'n blauw pil genomen. Maar ik heb in tijden niet zo weinig last gehad van mijn ongesteldheid. Dus dat is wel heel fijn. Kijk, ja. Hoi. Dit is een ja, dit topje aan. Dit is van de Primark. Je kunt een beetje zo dragen of een beetje zo. Maar ik heb niet van die hele mooie botten. Maar ik vind het leuker zo dan zo. Dus heel vaak heb ik wel gewoon het bandje hoor. Maar bij dit topje vond ik het wel mooi. En een lange rok. Ja. Lange rok. Oké, nu gaan we lekker chic uit eten. En ik ga er terug bij rijden, want ik mag drinken. Misschien kunnen we daarna nog wel even langs Peur, dat is zo'n bar. Kijken we even. Kijk, het is dus hier. Het is echt het cheapest van de cheapest. En we zijn zelfs wel chic gekleed. Maar je denkt misschien van, oh, wat zijn ze gierig. Pizza weg, restaurant en zo. Maar we hebben gewoon geen zin om heel veel geld uit te geven. En wij vinden dit soort booking altijd super chill. Plus, ik moet toegeven dat we gewoon altijd heel erg benieuwd zijn hoe het is. Maar het is gewoon een beetje een half mooie trap en een soort van, kijk dan, een soort industrieterrein is het. Zijn we er al? Oké, ik ga nu mijn camera af. Dakterras? Dat hoorde ik al. Oh, dat is wel leuk. Nou, dit is het dakterras. Ik heb niet gekeken of het iemand mij filmen. Niet altijd de omgeving, dat kan ik zien. Ja, maar mensen mogen echt zien dat we een mooi dak hebben. Dat is altijd, hè? Kijk.
Jezelf kan je niet filmen, de omgeving wel. Dan gaat hij de omgeving filmen als ik vraag of hij mij wil filmen. Ja, dat daar is de Mont Blanc. Ik ben benieuwd, zullen we naar het eten gaan kijken? Nou, eerst een biertje bestellen of zo? Maar kan je niet echt bestellen. Ik denk dat je het drinken gewoon pakken. Bier, zelf tappen. Ja? Denk het. Oh, er komt wel iemand aan. Ja, weet ik. Oké, doei. Dit is de allereerste keer dat ik volgens mij Spring kijk. We gaan even eerst op scherp stellen. Scherp stellen? Oké, we gaan nu. Ik ben een sushi-kenner. Ik ga nu vertellen of het lekker is. Ik merkte wel dat het best wel erg gekleefrijst is. Maar zeg maar, de keuze die er is, zijn precies de sushi's die wij altijd lekker vinden. En dit is een spring roll. Dat lag niet bij de sushi. Zou ik met deze beginnen? Doe maar mukbang. Oh ja, we kunnen hier gewoon mukbang opnemen, hè? Oké. Het is echt heel kleverig. Het past niet in het bakje. Oeh, scherp. Vieze zalm. Lekkere zalm? De rijst is zo blevig, maar het heeft wel wat. Wel lekker. Ja? Maar echt heel kleverig, maar volgens mij hoort het zelfs zo. Proef jij het? Maar de rijst is gewoon extreem kleverig, maar sommige mensen vinden dat lekker. En volgens mij hoort het wel in het echt. Wow. Kleverig? Te kleverig hoor. Maar, lekker. Ja. Smaakt wel lekker. De smaak is gewoon goed. En kijk, dit zijn dus de sushietjes. Oeh, hij zoekt in. Nou, ik vind het best chill. En er kwamen nog allemaal bakken werden aangevuld. Ik zal zo even filmen hoe het menu daar. Wow, zo pittig. Wat? Die wasabi, je gaat echt heel erg je neus. Nee, dus wasabi is helemaal niks. Niet heet. Ik heb ook hier heel veel wasabi. Ondanks dat ik niet eigenlijk van de rijst vind ik het best wel heel erg lekker. Ik ga zeker meer halen. Het menu wok. Gewoon zonder. Ik zag niet eens bami of zo. Ik heb. Maar je ziet, het is echt een soort slijmerige saus. Oh ja, gembersaus heb ik. Lekker. Wel lekker. En Ruben heeft... Thai. En we zijn weer thuis. Oh, het is inmiddels echt donker. Ik heb even lekker mijn gezicht gereinigd. Dat vind ik heerlijk. Ik kan nog even zeggen, ik had dus net nog in de Carrefour die Embryolis grote variant gekocht. Kijk, zoveel dunner is het echt niet. Oeh, oké. Nee, maar het valt echt mee. Stom en verdund vind ik altijd. Ik denk van ja, wat is er dan bijgestopt om het te verdunnen? Nou, ik meen het, dit hydrateert gewoon voldoende voor mijn gezicht. Het is dus iets minder geconcentreerd, maar ja, wat wel zo is dat ik bij die andere gebruik ik iets minder. Nee, dit was net iets te veel, maar normaal vind ik het zonde bij die andere om ook mijn handen of zo mee te smeren. Het ruikt ook iets minder sterk naar embryolies. Oh, ik denk dat dit echt een hele goede aankoop is. Heerlijk, ik kan je gewoon lekker, ik wil... Nu ik hier ben en ik heb dus maar één ooglotion, één gezichtsreiniger voor onder de douche, één tonic en één nachtcreme. Dat ik echt denk dat is voldoende. Wil ik thuis ook eventjes. Ja, ik krijg natuurlijk ook vaak gratis spullen. Ik wil nieuwe dingen testen. Dus daardoor heb je altijd heel veel. Maar snap je wat ik bedoel? Het is zo fijn om gewoon maar weinig te hebben. Qua ruimte die het inneemt. Dit dopje is echt heel vervelend. Maar ja, dat is zo lekker. Het trekt me zo in trouwens. Zo lekker om gewoon weinig te hebben. Gewoon wat je gebruikt en klaar. En dit vind ik dan heerlijk om neer te zetten. Dus een grote pot. Wow, het voelt super chill. Heel blij met deze aankoop. Het voelt eigenlijk nu niet minder voedend. Ik ben benieuwd of deze... Ik ga even nu een tijdje lang alleen deze gebruiken, denk ik. Oké, we gaan weer lekker rummy cuppen en chillen en zo. Ik zie jullie waarschijnlijk morgen weer. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan vandaag lekker naar Nation Fassi. We zijn een paar dagen geleden ook al geweest. En ik neem altijd even pauze. En dan spreek ik één woord iets harder uit. Want dat geeft niet zo monotone. Doe ik dat? Ik niet even. Hey, we wilden dus net al naar het meer gaan. En toen kwam er onweer. Twee uurtjes. Even gewacht. En toen kwam het buitje weer. En toen was het buitje weer weg. En goed. Nu is het bewolkt, maar wel oké. Wisselend bewolkt en zonnig. En we hebben dus drie vuilniszakken. Drie vuilniszakken? Wow, stel dat er nu over. Interessant. Super saai. Wat zit in die vuilniszakken? En ik ga zo even mijn ogen nog opmaken in de auto. En dan verder lekker. Want het moet echt verbruikt worden. Dit is pas de tweede dag bij het meer. Dus gaan we, ik weet niet, misschien is het heel saai hoor deze vlog. Maar we gaan nu weer naar het meer dus. Doei. Mijn camera lag dus in de achterbak, dus ik kon niet filmen. Maar zodra wij de berg op reden, echt na één seconde, begon het te onweren en keihard te regenen en zo. Maar we dachten, we gaan alsnog. En toen kwamen we hier aan. Oh, mag de muziek heel even uit. Toen kwamen we hier aan. En toen echt, nou, hoeveel auto's? 50? Ja. Zeker, 50 auto's die allemaal weggingen. Toen zei ik tegen Ruud van, ja, als zij weggaan,
dan zal het wel niet opklaren. Zei hij nee, want als jij nu bij het meer zou liggen en het zou regenen, zou je ook gewoon lekker naar huis gaan. Dus, maar goed, heel interessant verhaal. Het klaart nu op, we zitten denk ik pas een kwartiertje te wachten. En op zich kan je er nu al wel liggen, maar ik heb geen zin dat de handdoeken nat worden. Dus nog even wachten tot het echt droog is. En dan ga ik mijn unicorn opblazen en hopelijk een Instagram foto maken. Ik vind het niet erg om met regen in het water te liggen, alleen onweer is gewoon heel eng. Because I do not want to die. You? I don't love water. No. We luisteren echt leuke muziek de laatste tijd. Wat doe je eigenlijk met je handen? Super eng. I don't like reggae. Kijk, ik ben dus heel erg actief op Insta nu. Kunnen jullie dit zien? $1. Scherp stellen. Nou, jullie zien het niet, maar in ieder geval allemaal leuke vakantiefoto's. Maar ze lijken wel heel erg op elkaar of zo. Ik heb er nu 8. Doei. I don't like reggae. Oh no. Je t'aime. Oh yeah. Ruben Stuart heeft zijn zwembroek vergeten. Ga jij helpen opblazen? Nee. Lief? We hebben er dus niet de roze mee, want hij gaat toch niet zwemmen. Mijn broekje? Ga gewoon in je boxer, er is niemand. Kijk, we zijn nu dus, we hebben besloten om waar we vorige keer gingen parkeren. Toen gingen we dus heel ver lopen naar het drukken, maar nu gaan we dus bij het rustige liggen. Ik dacht ook als we met z'n tweeën in het water gaan, dan worden de spullen niet gestolen, maar hij gaat dus niet in het water. Kijk, hoe luxe is dit eigenlijk, zo'n privéplekje? Hier ligt Ruben een beetje in de schaduw en ik zit hier. On my pink towel. Op de foto zat er een Chinees op. Een Chinese vrouw, die is heel klein. Die had een jongetje en piemel. Hadden we dat al verteld eigenlijk? Hadden we dat al verteld? Dat was, dus, dat was zo grappig. Zeg maar, de flamingo die lag daar. En ik lag gewoon te zonnen. En ineens zie ik in mijn rechterooghoek, zie ik een naakt kindje op een flamingo vallen. Hij viel zeg maar zo, boom, viel hij zo met zijn piemeltje. Op ons flamingo. Nou, er lagen ook mensen naast en we gingen echt helemaal stuk. Maar ik bleef echt nog 10 minuten lachen. Ik vond het zo grappig. Hij lijkt wel kleiner dan ik had verwacht. Ik ga eventjes, trouwens... Ik kon niet te veel over mijn werk praten, maar dit kan ik echt wel zeggen. Veilige leren lezen, handkern 1. Ga ik even leren. Lezen. Dit is de handleiding van het eerste blok van veilige leren lezen voor groep 3. Daar wil ik me vast even in verdiepen. Verder heb ik dus niet echt veel spullen mee of zo eigenlijk. Ik vind het leuk om te laten zien wat ik meeneem, maar... Ik heb gewoon kleren. Nog een droge jurk, want we gaan denk ik barbecuen vanavond. Oh ja, ik wilde eventjes mijn... Ik had deze agenda gekocht, ik vind hem niet heel mooi bij de Action. En ik kreeg een mailtje met alle vaste data al vanuit school, dus Sinterklaas en zo. Die ga ik er even inzetten, vind ik leuk. En dit is dus... Oh, die dop is eraf. Even kijken. Ik ben trouwens helemaal gek op deze lipgloss van Essence. Het is zo chill. Hij is trouwens een beetje overbelicht, zie ik. Hij staat op plus 1, dat is een beetje dom. Kijk wat ik nog meer mee heb. Ik had dit bij de Action gekocht. Van die intiem doekjes en deo wipes. Ik weet eigenlijk niet of daar dan een soort deo op zit. En deze zonnebrand is dus waar ik het ook nog over had. Die is wel heel relaxed, moet ik zeggen. Is voor je gezicht. En het geeft je echt een bruin kleurtje zonder dat het er nep uitziet. Je moet het wel ook echt in je hals doen. Oké, doet het weer. Dit is zo chill. Zo lekker dit. Zo lekker. Je bent meteen helemaal verkoeld. Het is heel, heel warm trouwens. En je wordt ook lekker bruin ervan. En deze had ik dus van de Primark, had ik dat al verteld. Die zijn echt ideaal. Ja, volgens mij had ik dat al verteld. Wat heb ik nog meer bij me? Deze bril, misschien dacht voor een foto of zo. En dat was het eigenlijk wel, een tampon. En ik weet niet waarom er eyeliner in zit. En deze EOS favorite. Dat is het eigenlijk. Hallo jongens, ik heb net op de eenhoorn gezeten en ik zal even een review geven. Het is trouwens weer super slecht weer zoals je kunt zien. Hij is echt super leuk, ik vind hem echt leuk. Hij is echt super groot en heel stevig, goed materiaal. Volgens mij is hij van 30, hij scheelt, soms is hij 30, soms is hij rond de 40. Nou, daar zijn allemaal vieze muggen. En was er eigenlijk zon sinds we hier zijn geweest? Nee hè? Ja, heel kort. Echt 5 minuten. Nou, nu is er dus weer geen zon. En een beetje onweer en een beetje miser. Volgens mij komt er nog een hele grote bui en dan wordt het zonnig. Maar het is een beetje mooi. Maar in principe lig je hier gewoon lekker. Maar de eenhoorn, hij is dus heel breed. En ik ben al redelijk groot. En ik heb best wel lange benen in principe. Ik ben 1,74. En je ziet het misschien op Instagram wel. Of op het filmpje trouwens ook. Dat je echt zo zit met je benen. Dus het ziet er best wel gek uit. Dus dat is iets minder comfortabel. Dus eigenlijk wil je voorzitten en dan je benen naar voren doen. Maar
dan is hij niet echt helemaal in balans. Eigenlijk moet je met z'n tweeën of zo. Nou, Ruud zei het is eigenlijk voor een kindje dat je een kleermaker zit kan zitten misschien. Maar volgens mij niet. Maar hij is wel heel leuk. Ik vind hem heel leuk. Maar wel duur. Maar wel groot. Dat was de review. En toen was het dus zulk weer. Wat een drama. Ik moet wel zeggen, we dachten steeds, oh, vanaf zaterdag wordt het mooier. Maar als het elke dag zo wisselvallig blijft, dan hoef ik niet heel lang meer te blijven. Dan weten we dat het vaker kunnen gaan. Ja. Want ja, dit is zeg maar gewoon niet chill dat je... Ik ben in ieder geval echt blij dat we een auto hebben. Dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Maar ik moet even kijken op de weerapp hoor. Want... Maar steeds staat er, kijk, vanochtend stond er nog maandag, dinsdag volle zon. Nu staat er maandag, dinsdag onweer. En als het dinsdag is, dan staat het woensdag, donderdag ook onweer. Waarschijnlijk. Dit staat er nu. Het is nu 16 uur. Ja, tot 18 uur. Maar net stond er dat het tot 4 uur ging regenen. En nu staat er al tot 6 uur. Dus het is gewoon... Het is wel heel jammer, vind ik. We dachten gewoon even schouder voor de regen, maar dat duurt nu nog veel te lang. En Ruben wil even naar McDonald's rijden, maar nu is er geen honger meer. Dus is... Oh, ik vind het zo eng, bliksem. Ik ben dus heel aan het doodgaan. Ik heb dat heel erg leuk. Ja, ik ben net afgestudeerd en ik ben gewoon gelukkig en ik ben niet dood. Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Het lijkt me echt verschrikkelijk, maar ja. Gaat er niet? Gaat er niet, de auto? Ja, lieve drie slinders. Maar wacht even, ik ga niet tegen een koe in botsen. Zo lieve koeien. Hoi jongens. Wat een schatjes. Lopen los gewoon. Dus we lopen achter die truck aan. Oh. Dat is een boer, daarom deed hij zo naar mij toe, van zachtjes. Oh wow. Wat lekker. Zo dikke uien. Hadden ze in Nederland maar zo'n leven. Maar ze hebben wel ketting om. Kijk, hij gaat rennen, die ene koe. Kijk. Oh, waarom negeren ze ons? Veel? Rijdt er dan ook iemand erachter of zo? Oh ja, een man loopt daar. Wat lief. Hoi, het is weer de volgende dag. Ik zit kijken, mijn haar zag er echt leuk uit, maar in de camera helemaal niet. Lijkt wel kaal. Ruben en ik hadden geprobeerd mijn pluis weg te werken. Met gel. We gaan vandaag weer naar Annecy, want het is hier is echt wel jammer hoor. Bewolkt en vaag, raar, wisselend weer. En in Annecy is het 30 graden en zonnig de hele dag. Dus daar gaan we naartoe. Het is nu 2 uur. We waren op zich, ik was om 10 uur wakker, maar dat hebben we eigenlijk gedaan, ik weet niet. Gewoon een beetje gechilled. En we willen daar ook wel eten. Ik wil daar graag eten en ik wilde daar heel graag blijven slapen, zodat we drankjes konden doen in dat ene restaurantje en zo. Maar de hotels zijn gewoon zo crappy en de Airbnb's zien er vies uit en de hotels vind ik er ook vies uitzien. Gewoon echt dat ik denk, oh, nee, dat hoef ik niet. Dus misschien ga ik rijden of zo, ik kan weer drinken. Of, we kijken wel even. Maar we gaan nu weer op die bergroute. 1,5 uur rijden is best wel lang. Doei! Je bent heel fijn. Ik was net te laat met filmen. We waren even Snapchat aan het maken. Jammer dat hij op je vlogcamera in filters kan. Ik moet meer snappen, want ik ben natuurlijk eens aan het vloggen. Kijk, ik heb nu ook hier een plukje. Het is een beetje apart. We zijn weer net zo laat als vorige keer, het is gewoon al bijna 4 uur. Dus dan, we doen echt een kwartier over 2 kilometer of zo. Het is echt niet leuk, het is heel druk. Ik denk eigenlijk niet dat we een plekje kunnen vinden waar we vorige keer stonden. Maar we gaan het wel proberen, denk ik. En ik moet nog een bijtje op zo'n honger. Get up, stand up. Kijk, dit horloge is van AliExpress. Ik heb gisteren een video opgenomen ervan. Oké, okay, het is echt gekke huis. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is gewoon een maandag. Misschien zijn de vakanties nu officieel begonnen of zo. Maar het is zo extreem druk. En we hebben dus veel meer nu gezien van Annecy. We dachten vorige keer eigenlijk dat het alleen dat oude stukje was. Maar er is een heel winkelcentrum. Dus ik ben heel blij, want ik mis het winkel echt enorm. Het enige winkel dat ik heb gedaan is de Carrefour. H&M, Mango, echt mega, mega groot. En we hebben nu ergens echt langs de weg een heel klein plekje gevonden. En Ruben kan best wel goed inparkeren. Dus daar staan we nu in. En Ruben gaat nu kijken wat het kost. Dus het is echt onmogelijk om een plekje te vinden. Het is extreem druk. En waar we vorige keer stonden was het dus maar €1 per uur. En tot na 6 was het gratis. Dus dat was heel erg relaxed. Maar dan moesten we het rondjes rijden toen. En nu, dat hele rondje zat al helemaal vast. Dus daar gingen we er maar gewoon uit. Het duurde al een kwartier voordat we er überhaupt uit konden komen. Oké, hij is er. €1 per uur, maar heb jij muntgeld? Ik kan alleen muntgeld in. Oh, we hebben hier muntjes. 1, 2. Ik hoop nog wel wat. Wow, hoe kan dat? Ja, het is gewoon niet duur in Frankrijk, denk ik. Oh, we zijn weer in de auto. Oh.
Het is echt in de auto echt 50 graden, denk ik. We zijn denk ik iets meer dan een uur daar geweest, maar we hebben best wel trek. We hadden dus even heel snel een broodje gegeten, maar niet te veel, want we willen lekker uit eten. Toen dachten we, nou, we gaan nu alvast naar de auto, want had ik al gezegd dat hier dus maar 2 uur mag staan. We mogen hier dus maar 2 uur staan. Dus we hadden nog even, maar we gaan dan nu even op zoek naar een plekje bij het water. Hopelijk kunnen we die vinden, even rondrijden. En ik ben bij H&M geweest, ik heb een heel leuk soort zilverrokje voor 4 euro, een spijkerrokje voor 4 euro en een shirt die eigenlijk een beetje groot is, maar heel leuk. Die had ik al eerder gezien, roze en dan met rode letters love voor 4 euro. Met Sephora heb ik, ik zal het straks nog even laten zien hoor, 4 van die famous maskertjes gekocht, want ze hadden dus een Sephora. Maar ja, ik ben helemaal niet zo van de make-up meer. Dus ik ging niet, de meeste meiden zouden helemaal, Urban Decay of wat dan ook, maar ik niet. Maar ik heb het echt bloedheet, ik ben helemaal bezweet. Oh, jij? Het is echt verschrikkelijk heet hier. Kijk, dit is onze spiegel, mooi hè? Oké, we zitten weer bij dezelfde plek, hier. Want ik ga weer een ijskoffie drinken, want het is hier zo lekker. En ik ben echt super bezweet. Ik denk dat ik straks voor het eten nog even terug ga naar de auto om mijn jurkje aan te doen. Want dit rokje is zo kort dat ik gewoon met mijn blote billen op de stoel zit. Dat is echt niet lekker. En zeg maar zo'n stoel. Maar het uitzicht is wel weer heel mooi. Hier heb ik ook een Instagram foto geplaatst laatst. Precies dezelfde plek.